Yo mensen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime en Maxime en vandaag is het tijd voor Formule 1 Career Mode. We gaan het seizoen nog netjes afmaken voordat de nieuwe game uitkomt. Dus vind je dat nou leuk, smash vooral op dat blauw duimpje omhoog en abonneer als jij nieuw bent. Wil je nou echt niks missen? Zet dan meteen het belletje aan en dan gaan we beginnen met de video. Deze video is gesponsord door Elgato. Doe vooral mee aan de HD60S giveaway. Daar kun je zelf je Formule 1 gameplay mee opnemen. En zo neem ik ook altijd mijn gameplay op. Momenteel staan we eerste in het seizoen. Net voor Max Verstappen nog. En 9 puntjes verschil. Spannend, spannend. Dat klopt, we waren bij de contract negotiation gebleven. Dus laten we die even snel gaan doen. Wat verwachten wij? Qualifying position, eerste. Ben je helemaal gek. De race doen we het wel wat beter. Eerste driver, medium. Race bonus, even gaan we alles weer lekker omhoog zetten. Elke keer past dit zich helemaal aan. Laten we dit eens proberen. Is misschien wel een beetje hoog gegrepen. Oeh, die value is veel te hoog. Ik heb er wat dingen aangepast. Poging 2... net niet genoeg. Dit moet hem worden. Accepted noise. We hebben nog 2000 resource points. Dus laten we eens even kijken wat we nog kunnen doen. Er komt nog een mega chassis update aan. Dus hier ga ik even mee wachten. Hier staan we nog eerst. Maar kunnen we misschien wel een upgrade gebruiken. Oeh, en hier hebben we echt wel even... moeten we flink aan de bak, zeg maar. Nou, we gaan de engine power upgrade doen voor 1500 punten. Daar hebben we ook voor gespaard. Dan hebben we nog 700 over. Misschien kan ik dan nog iets hier doen voor 700. Ja hoor. Dan in Rusland, in België en Italië komen nieuwe onderdelen. Dus dat is wel nice. En we hebben 6 van de 6 events gehad. Dus we kunnen de nieuwe gearbox gewoon zonder penalty erin knallen. Kunnen we ook een nieuwe practice gearbox? Ja hoor, kom maar door. Op naar het raceweekend in België. Ik ga de practice helemaal skippen. En dan gaan we gewoon lekker kwalificeren en racen. Want dan kost het ook minder tijd. Dan kan ik hopelijk 2 tot 3 keer per week weer mode voor jullie uploaden. Dus goed, goed nieuws. Nu krijg je alleen maar de groene rondjes. In plaats van dat ik die paarse ook nog zeg maar perfect normaal heb. Iets minder resource points. Dan normaal, maar het is normaal zo. Er zijn mixed conditions bij de kwalificatie en mixed conditions bij de race. Dus halverwege de kwalificatie moeten wij het rondje van de eeuw neerzetten. En bij de race is het in het begin droog en daarna gaat het regenen. Dus dat wordt ook nog wel interessant. Ah, het regent nu. Laten we maar een rondje doen op de inters. Dan hebben we een beetje oefening en een beetje ervaring in de regen alvast voor tijdens de race ook. Nou, ons eerste rondje gaan we nu doen. Ik ben echt wel heel erg gewend aan F1 2020. Moet ik bekennen. Het rijdt toch wel weer een flink stukje anders. En daar hebben jullie natuurlijk veel video's van kunnen zien de laatste tijd. Ja, er waren wat meer korte, informatieve video's over nieuwe game in plaats van career mode en zo. Maar nu gaan we weer eventjes lekker genieten van de normale, iets langere video's. Waar jullie ook wel naar hebben gevraagd totdat de game uitkomt. Ik heb nog ondertussen wel wat leuke content voor jullie. Maar niet meer zoveel als... bij het eerste preview beeldje. Met onze eerste tijd in de regen. Oh jeetje, we zijn alweer helemaal teruggevallen. Staan we nu 12e. Maar ik wacht gewoon heel even. Hier 5 minuutjes. Totdat het droog is. Dan ga ik op de droge band eruit. Nou, ons tweede rondje. Eerste rondje op de droge baan. Met de snelle bandjes. Iedereen staat binnen. Dit kan wel eens heel goed uitpakken voor ons. Of wij zijn nog net te vroeg naar buiten dat de baan iets te nat is. Maar ik heb gewoon goede grip. Dus we gaan gewoon ons best doen. En kijken waar we terechtkomen. Nou, ik zie in ieder geval paarse sectoren, maar nog niemand was buiten. Dus we zijn als een van de eerste die een fatsoenlijk rondje neer kunnen zetten. En onze tijd is... 14 seconden sneller dan de rest. Maar zij zijn nog niet op de goede band naar buiten geweest. Het blijft nog droog, dus ik ga nog met een nieuw setje soft naar buiten. Hoe haal ik dat? Ik heb niet genoeg tijd. Ik ga de tijd vooruitspoelen met de hoop dat ik gewoon het snelste blijf. Oeh, ik zag wel wat verspringen. Hamilton heeft toch pole gepakt. 1/10 sneller. En dan staan wij met de 2 McLaren's daar. Dus dat ziet er goed uit. Nou, dan hebben we de grid. We weten natuurlijk, Lewis Hamilton staat vooraan. Daarna sta ik, mijn teammate Butler op de tweede startrij. Naast Valtteri Bottas. Dan hebben we Vettel, Hulkenberg, Verstappen. Kimi, Leclerc, Weber, Russell, Gasly, Perez, Albon, Magnussen en Kubica. Dan hebben we Sainz en Grosjean.
En Ricciardo en Giovinazzi helemaal achteraan. De strategie voor deze race is 5 rondjes op de soft en dan 6 rondjes op de medium. En dan zit het er alweer op. We nemen 13 laps fuel mee. Let's go. Nou, laten we eens even kijken of wij een beetje een goede start kunnen hebben hier. Hoppakee, daar gaan we. Oei. Dat was totaal geen goede start. Maar ik ga misschien even kijken of ik hier buiten om iets te zoeken heb. Not yet. Jeetje, wat gaat Butler hard. Die rijdt echt als een raket weg met Hamilton. Ik probeer in de slipstream te blijven terwijl ik bijna verlies hier bovenop Radian. Ik ben al heel snel opgeschakeld naar de hoogste versnelling. Dat is natuurlijk door al die R&D upgrades en zo. Oh, klein tikje aan Hamilton. Dan gaan de auto's ook veel sneller. Butler heeft in ieder geval Hamilton weer al snel in kunnen halen. Maar nu moeten wij hem ook eventjes gaan pakken. Want moeten we even laten zien aan ons team wat we kunnen. Nou, de eerste ronde hebben we in ieder geval overleefd. We zien Hamilton nog. Maar ze gaan best wel pittig hard. Dus ik ben benieuwd of we ze bij kunnen houden en of we Bottas van ons af kunnen houden. Ik wil echt wel graag op het podium eindigen. Maar het wordt denk ik best wel pittig. Oh jeetje, Bottas. Hij komt steeds dichterbij. Ik pak de binnenbocht wel hier. Hij gaat geen aanval doen. Hamilton heeft de snelste lap. En wij gaan dadelijk al naar binnen om te pitten. Kom op, geef me DRS jongens. 1,4 seconden. Ja, we hebben wel gelukkig Bottas niet meer in onze nek. Dat scheelt wel, dat geeft hem wat lucht. Dat geeft hem wat adem. Maar we moeten gewoon die 4/10 even eraf rijden. Dat we in de slipstream en DRS zitten bij Hamilton. En dat we gewoon McLaren 1-2 kunnen halen hier. Dat is natuurlijk wat we willen. Oeh, Vettel die had zelfs Bottas achter ons in. Er gaat iets helemaal mis. We komen dichter en dichter bij Hamilton. Dit lijkt me toch wel de seconde voor die DRS. Oh, we gaan nu echt goed. Dat is wel nice. Oh, dan moeten we niet gaan slippen hier. Ik zet hem zelfs even op overtake. We hebben best wel veel DRS. Of ERS bedoel ik. We moeten eigenlijk gaan pitten dit rondje. Maar ik kijk ook even wat Hamilton en Butler doen. Ja, eigenlijk is het niet handig om te kijken wat Butler doet. Want dan kan het zijn dat ik pech heb als hij net iets eerder gaat pitten. Maar hier kunnen we misschien wel even Hamilton in gaan halen. We hebben DRS, we gaan echt enorm snel. Ja, we pakken hem hier gewoon. Hoppa, dat is nice. Ga ik dan nu pitten? Met de kans dat ik in het verkeer terecht kom. Ik kijk ook even wat Butler doet. Want als ik besluit een rondje langer buiten te blijven. En hij gaat dan pitten. Dan heb ik een probleem. Dan heb ik echt een probleem. Hamilton komt heel dichtbij, dus we gaan gewoon snel naar binnen. Zodat wij niet in de problemen komen dadelijk. En we komen helemaal achter de slinger hier. Helemaal achteraan. Maar hopelijk gaan veel mensen dadelijk pitten. In deze ronde of in de volgende ronde. Oh, YouTube. Neem even de muur mee, zodat we geen last hebben van het verkeer. En anders dan moeten we daar maar gewoon slim gebruik van maken met DRS en slipstream. Regen over 10 tot 15 minuutjes, dus inderdaad. We hebben straks gewoon regen en dan moeten we nog een keertje gaan pitten. Dat was ik alweer bijna vergeten. We zitten lekker in de slipstream hier bij Giovinazzi. Ik zet hem hier maar aan deze kant neer. Ik hoop niet dat hij moet pitten. Nee, gelukkig niet. En dan kunnen we nu achter Sainz aan met de DRS. Ik heb hem nog even op overtake staan. Met de hoop dat ik ook voor Hamilton blijf. Nee, we hebben gewoon echt best wel tijd verloren. Kijk dan. Huppakee, DRS aan. Oeh, we zetten hem al meteen naast Sainz hier. Dan komen we achter Hamilton aan. Oh, buitenom. Butler die rijdt daarvoor, dus die zit ook wel, die heeft ook wel een goede pitstop gehad. Maar we kunnen hier Grosjean, oh jeetje, buitenom inhalen. Hey, Butler, die is opeens heel dichtbij. Die is daar toch wel wat opgehouden. Nu hebben we gewoon DRS op Butler.
En we zetten de snelste tijd neer. Kijk. Dan kunnen we dadelijk gewoon eerste worden. Maar waarom rijdt Russell hier? Die heeft nog niet gepit. Kan toch niet anders? Kijken of ik Butler hier op het rechte stuk dadelijk kan pakken. Oh. Ik loop nu al heel erg in. Oeh. Ik heb een klein beetje aangetikt. Maar ik heb alles gewoon even ook omhoog gezet. Collision with Butler. Ja, daar gaan we geen problemen maken. Toch, team? En ik ga ook even voorzichtig doen met Russeltje hier. Zo, zo, zo. Oké, misschien heb ik hem een beetje een zetje gegeven. Maar laten we zeggen, want het is een duwtje in de goede richting. We lopen wel erg uit. Wat doet Hamilton nou weer? Wat is Butler? Wat is er gebeurd? Ik heb hem niet geraakt. Niks. Maar hij ligt de meeste best wel ver achter. Hij was net super snel en nu denk ik van, oh joh. Het maakt allemaal niet meer uit. Je had Hamilton even achter je moeten houden, joh. Nu moet ik nog mijn best gaan doen ook. Hamilton weet bijna aansluiting te vinden. Dat is niet best. Dus ik ga eventjes iets agressiever mijn fuel en ERS gebruiken voor die laatste twee rondes. Want het zou natuurlijk zonde zijn als ik hier opeens ingehaald ga worden. Grosjean is out of the session. Dat was de Red Bull. Staat die ergens? Of what's going on? Nou, we zitten opeens 3 seconden voor ons teammate. In plaats van dat hij eventjes hier een beetje Hamilton probeert af te houden. Van mij gaat hij gewoon lekker liften, coasten en het podium binnenhalen. Jongen, jongen, wat een mentaliteit. Oké, daar gaan we. Het moment van de waarheid. Final lap of the race. Kunnen we dit volhouden? Of ga ik dadelijk om oren gereden worden? Hij is wel heel dichtbij. Hij heeft sowieso DRS. Sowieso. Wij gaan nu onze fuel helemaal gebruiken. En onze ERS. En daarmee hoop ik dat het genoeg is om hem van ons af te houden. En dat ziet er wel zo naar uit, hè? Dat ziet er wel goed uit. Nu niet hier een 360 doen. De checkered flag, jongens. Joehoe! Joehoe! Ja. Let's go, boys. Gewoon een win en overwinning. Poh, heerlijk, jongens. Genieten. En dan weer de race-uitslag. Daar hebben we Maxi. Hamilton, Butler, Hulkenberg. Zo, Max toch nog 5e, dat is netjes. Weber, Perez, Vettel, Leclerc, Kimi, Gasly, Magnussen, Bottas, Kubica, Sainz, Ricciardo, Albon, Russell, Giovinazzi en Grosjean die is uitgevallen. En dat was dat de video voor vandaag. Vond je het nou leuk? Smash vooral op dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer voor meer en zie ik jullie heel erg graag de volgende keer, jongens. Later.